Wat als ik je nu zou vertellen dat we ons momenteel in een periode van stagflatie bevinden? Een periode die zich kenmerkt door afnemende economische groei en tegelijkertijd hoge inflatie. Dit is dé nachtmerrie voor iedere centraal bankier. Dan zou je misschien denken, hoe kan het dat ik daar nog niks over gehoord heb? Centraal bankiers vallen momenteel over het begrip recessie. Maar met het veranderen van het begrip verander je niet de realiteit. We kijken daarom vandaag vooruit. We pakken onze verrekijker erbij en ik laat je precies zien aan de hand van data hoe we dat doen. En hoe ik tot deze conclusie gekomen ben. Mijn naam is Madelon Vos en welkom bij deze nieuwe aflevering van Madelon Praat. Vandaag praat ik hierbij over onder andere het laatste nieuws omtrent het monetair beleid vanuit de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve. En kijken we natuurlijk naar de gevolgen hiervan, want die zijn groots. Ook kijken we naar de toenemende inflatie, onder andere in Nederland, want daar steeg de inflatie weer enorm. En we kijken naar de huizenprijzen. Aan het einde van deze video bespreken we ook nog eventjes kort de cryptomarkt en de technische analyse. Maar allereerst beginnen we met het volgende nieuwtje. Vorige week kondigde de Europese Centrale Bank aan haar monetair beleid een klein beetje bij te schroeven. Zo wilde ze de rente met 0,75% verhogen. Dit was een stuk hoger dan dat de meeste economen hadden verwacht, want die gingen van een 0,5% stijging uit. Maar daarnaast introduceerde de Europese Centrale Bank ook een nieuw mechanisme, de TPI, ook wel bekend als het Transmission Protection Instrument. In de volksmond To Protect Italy genoemd. Afgelopen week schreef Joost van Kuppenveld hier een artikel over in het Financieel Dagblad. En ik wil graag even met je hier naar kijken. Want deze tool wordt niet voor niks To Protect Italy genoemd. Dit is natuurlijk in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de verschillen tussen de 10 jaar staatsleningen, tussen een land als Duitsland en een land als Italië, niet te groot worden. Die suffe originele naam, die klopt volgens Joost van Kuppenveld. Nu eenmaal gekozen is voor een gemeenschappelijke munt, de euro, moeten centrale banken ervoor zorgen dat het rentebeleid in het hele eurogebied doorwerkt. En aangezien de rentetarieven in de economie nu eenmaal afhangen van de rente op de staatsschuld, moeten de renteverschillen tussen landen niet te groot worden, want dan wordt het lastig om monetair beleid te gaan voeren. Dat noemt de ECB de transmissie van monetair beleid. Maar in deze kun je je natuurlijk afvragen, op het moment dat je als Europese Centrale Bank aan de ene kant van de geldkraan gaat draaien, terwijl aan de andere kant er niks gebeurt, en dan heb ik het over het begrotingstekort, de staatsschuld, de staatskas, de belastingen, etcetera, etcetera. Als daar weinig gebeurt en tegelijkertijd wel de geldkraan open blijft staan, dan kun je je afvragen of hetgeen wat de Europese Centrale Bank in gedachten heeft überhaupt wel the way to go is. We begrijpen het gedachtegoed dat er een stabiele euro moet zijn en dat er stabiele rentes moeten zijn binnen Europa. Maar de ECB heeft in de basis als mandaat dat zij moeten zorgen voor prijsstabiliteit en niet voor het rechttrekken van de spreads binnen de eurozone. Maar goed, we gaan even verder, want Christine Lagarde die sprak hoop uit dat de Europese Centrale Bank, het TPI, To Protect Italy, het liefst nooit zou willen gebruiken. Maar ze zal niet aarzelen het in te zetten als dat nodig is. En Joost die zegt, ik geloof haar wel, maar hoop lijkt me niet per se de winnende strategie. Het is eerder weer een blikje een stukje verder trappen en daar kan ik me compleet in vinden. Het ligt voor de hand, zolang de details vaag blijven, dat uiteindelijk de markt op enig moment gaat kijken naar waar de pijngrens van de Europese Centrale Bank ligt. En de vraag is overigens ook nog hoe dit in Italië wordt opgepakt. Want vorige week concludeerden wij al dat Mario Draghi opgestapt was en dat de renteverschillen niet ten goede kwam. En tegelijkertijd loopt er ook nog een hele grote, belangrijke rechtszaak. En deze wordt Karlsruhe genoemd in Duitsland. En dit is een rechtszaak en die draait om, als je het even plat wil slaan, monetaire financiering. In Nederland doen we niet zo moeilijk over het financieren van
ja, eigenlijk feitelijk gezien overheden, want dat is waar het in deze om draait. Maar in Duitsland is behoorlijk lang al een rechtszaak gaande over het doen van bepaalde stappen die je feitelijk gezien eigenlijk niet zou kunnen doen, omdat die te politiek zijn. Omdat dat via de achterdeur monetaire financiering zou kunnen zijn. En dat is verboden. En Joost die zegt hier terecht, stel het TPI moet wel worden ingezet, dan horen we later wel vanuit Duitsland of het uiteindelijk mocht, de ja of de nee. De vraag is dus of het instrument wat nu in het leven geroepen is door de Europese Centrale Bank, of dat überhaupt een tool is die ingezet mag worden. Want waar je logischerwijs aan zou gaan denken op het moment dat die rente te hoog oploopt, is iets wat Edin Mujadzic vorige week ook al op Twitter schreef. We moeten niet kijken naar die rente als zijnde een probleem. We moeten kijken naar de oorzaak van die hoge rente. En wat is de oorzaak van die hoge rente? Dat is het feit dat die staatsschulden zo hoog zijn. Als de staatsschulden hoog zijn, is het risico dat een land failliet gaat groter? Is het kapitaalrisico dus ook groter? Is de rente dus ook hoger? Wat moet je dan feitelijk gezien doen? Ga hervormen. Ga kijken naar hoe je die staatsschuld, die 150-160% BBP, hoe je die omlaag kan krijgen. Dat zou mijn eerste manier zijn om hierop te reageren als ik leider van een land als Italië was. Maar ja, hoe makkelijk is het om te zeggen, kom maar hier met dat gratis geld. Via deze weg is de deur open. Dus vanuit Italië bezien is het een hartstikke logische stap. Maar feitelijk gezien, op het moment dat er meer geld in het systeem komt, dan zorgt dat voor een overvloed van geld. En iets waar veel van is, wordt minder waard. Dus inflatie. Daarnaast hebben we een ander belangrijk onderwerp wat we nog dienen te bespreken. En dat is de verandering van het gedrag binnen de Europese Centrale Bank. We hebben gezien dat er afgelopen week natuurlijk een behoorlijke heisa is geweest omtrent centraalbankiers. Vroeger was het zo dat centraalbankiers niet eens in de krant kwamen. Want de materie was heel lastig te begrijpen. Het was heel Orwelliaans, zoals ze dat dan noemen. En voor de gewone burger irrelevant. Tot op heden was de centrale bank niet interessant voor veel mensen. Sinds 2008... kijken we steeds vaker uit naar de persconferenties van centraalbankiers om te zien hoe er omgegaan wordt met het monetair beleid. En sinds het moment dat inflatie oploopt, weet men wat geldontwaarding inhoudt, een stijging van het algemeen prijsspel inhoudt, wat dat doet met vermogens. En pas sinds kort is er een beetje een hype ontstaan omtrent centraalbankiers en omtrent centrale banken. En aan de ene kant is dat goed, aan de andere kant is dat ook gevaarlijk. Het is goed omdat men moet begrijpen hoe geld werkt. Maar het is ook gevaarlijk, want je kan je ook onnodig zorgen gaan maken. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. We zien dat er binnen de Europese Centrale Bank twee groepen zijn. We hebben de havikken en de duiven. De havikken zijn voor een heftiger monetair beleid. Die willen het liefst de rente sneller verhogen. Die willen sneller stappen ondernemen. En aan de andere kant hebben we de duiven. En die zeggen, nou weet je, we doen het allemaal wat dafjes. We doen het wat rustiger aan. We kijken in alle rust. We willen niet te erg inmengen op dit moment. En de havikken die pleiten dan ook voor het feit dat een recessie, een kleine recessie, een bescheiden recessie, gewoon geaccepteerd zou moeten worden. Dat is nodig om de opwaartse druk van de prijzen te laten doen afnemen, is wat er ondanks door Holtzman, de Duitse president van de centrale bank, werd gesteld. En ook de president van Letland, van de centrale bank van Letland, die zegt dat daar de inflatie niet rond de 8,6, zoals in de rest van de eurozone ligt, maar rond de 20% ligt. 20% inflatie in Letland dus. En deze meneer die werd altijd al bij de havikken ingedeeld bij de Europese Centrale Bank. Maar voor eigen bühne mag er nog meer met deze inflatie nog wel ferme taal verwacht worden. Hè? Hij mag nog wel meer uitingen doen. Als je land te maken heeft met 20% inflatie binnen de eurozone, iets wat we vroeger ons nooit konden voorstellen dat dat zou plaatsvinden, dan is het logisch dat de havikken steeds meer de overhand krijgen. Want die inflatie moet terug naar een normaal niveau. En we weten dat Christine Lagarde onlangs gesteld heeft dat het terugbrengen van inflatie, het terugbrengen van rente, moet ik zeggen, naar 2%, dat de prijzen van voedsel en energie niet omlaag zal gaan brengen. Dus we moeten terug naar een niveau van tussen de 2 en 3 of 2 en 4%.
We liggen nu nog steeds op 0%. We liggen nog steeds op 0%. En dan vraag je je af hoe dat kan. De verwachting is dus ook dat bij de volgende renteverhogende rente op zijn minst, vanuit mijn perspectief, met 0,5% omhoog gaat. Helemaal als we de huidige cijfers zien. We hebben het nieuwe inflatiecijfer vanuit Nederland gezien. Gaan we zo meteen nog dieper op in. Ik wil je natuurlijk uitleggen wat de totstandkoming daarvan is en hoe wij dat wel konden aanzien komen, maar de rest in Nederland blijkbaar niet. Want daar had ik nog een kortstondige, ik wil niet zeggen Twitter-ruzie, maar een kortstondige argument met Joost van Kluppenveld, die de columnist is van het vorige stuk wat ik aanhaalde op Twitter. Want de titel van het stuk, daarin stond dat de renteverhoging onverwacht was. En nu zag ik opnieuw op nu.nl staan dat ook deze inflatiestijging onverwacht was. Maar goed, daar komen we zo meteen eventjes op terug. We gaan eerst door naar deze column, want dit is een interview met Koen Teulings. En Koen Teulings die is econoom en werkzaam bij de Universiteit van Utrecht en tegelijkertijd directeur van het Planbureau, Centraal Planbureau. En hij werd geïnterviewd dus in dit stuk in het FD en er staat het volgende in de titel. De ECB te traag? Allemaal onzin. Volgens hem is de ECB niet te traag. En hij haalt een bijzonder argument aan. Hij zegt namelijk, kijk naar de stagflatie in de jaren 70. Toen heeft het 6 jaar geduurd voordat de monetaire autoriteiten ingrepen. Dat is zijn argument waarom hij vindt dat de Europese Centrale Bank niet te laat is. En dat vind ik een uiterst bijzonder. Ja, en daarvoor kijken we eventjes naar deze grafiek. We zien hier de rode lijn, dat is de CPI, dus de consumentenprijsindex in Amerika, over een periode van 1955 tot 2010. En we zien ook de 3-maandsleningen, dus de 3-month treasury bill rate, en dus de rente die daarop betaald werd. En hij stelt dus dat het 6 jaar duurde voordat er ingegrepen werd vanaf de jaren 70 met het verhogen van die rente. En wat interessant is aan deze grafiek is een aantal dingen. Je kan deze perioden niet met elkaar vergelijken in mijn optiek. En dat komt omdat als we kijken naar de Europese Centrale Bank, dat de rente daar onder nul lag. Iets wat nog nooit eerder voorgekomen was. De rente lag daar onder de nul. De inflatie lag, nou laten we Nederland als voorbeeld pakken, dus niet Letland, maar ook niet een land met een relatief lage inflatie. We pakken Nederland als voorbeeld. Daar zitten we nu op 11% inflatie. De rente en de inflatie die zijn compleet uit het lood. Doorgaans moet dat een beetje gelijk oplopen. Als we kijken naar deze grafiek, dan valt op dat we zien dat die 3-month treasury bill rate en de CPI inflation rate best wel mooi gelijk loopt. We zien hier de jaren 70. Nou, hier zien we dat die rente zelfs nog wat hoger lag. Vervolgens ging de rente wat omlaag, ging de inflatie weer wat omlaag, ging de boel weer mee omhoog. Uiteindelijk schoot de inflatie pas in 74 fors omhoog en daarna pas weer omlaag. Maar de rente moest uiteindelijk wel tot een procent of 14 omhoog gebracht worden om uiteindelijk die inflatie in die derde wave die we hier zien pas weer terug te kunnen krijgen. Terwijl die inflatie toch echt 112% lag. Wat is er nog meer anders, los van het feit dat die rente nu op nul lag? De inflatie is niet zoals in het begin in de jaren 70 6-7%. Het is niet 10%. Nee, we spreken nu over een inflatiecijfer van 11%. En dat in een periode van 6 maanden. Hier hebben we het over een periode van, nou, pak een beet 10 jaar van de jaren 70 tot de jaren 80 in 3 waves. Dus dan heb je het over een tijdsbestek van heb ik jou daar. Dit zou een rechte streep zijn op deze grafiek. Dus je kan dat niet. Kijk even met me mee naar deze grafiek. Dit is de Europese rente die we hier zien. De eurozone inflation versus de short term interest rates. Dus dan hebben we de 3 maands opnieuw interest rates. Die lagen tot voor kort op de nul, onder de nullijn. Die liggen nu op de nul. Terwijl de inflatie inmiddels in Nederland op de 11% ligt. Die gap daartussen, en hier hebben we gezien dat die gap relatief klein is tot dit moment, die gap daartussen, die is veel te groot. Vele malen te groot, in mijn optiek. Deze meneer denkt daar heel anders over. Als zijn conclusie is dat we het in de jaren 70 ook zo deden, dan is mijn conclusie
Of dat ze toen slomer deden en nu al vrij snel. Dan is mijn conclusie, de jaren 70 was een totaal ander scenario. En dat kun je niet met elkaar vergelijken. Wat er ook gevraagd werd in dit stuk, en dat vond ik uiterst interessant, is het volgende. Had de ECB zeepbellen niet kunnen voorkomen door de rente zelf eerder te verhogen? Hoge aandelenkoersen en huizenprijzen zijn uiteindelijk niet het gevolg van monetair beleid. Wel van enorme besparingen. Die hebben weer te maken met de vergrijzing. We zijn allemaal druk met sparen voor ons pensioen. Ik weet niet hoor, maar volgens mij valt dat reuze mee. Als we kijken naar de spaarbuffers die we gezien hebben, dan zijn die spaarbuffers wel opgelopen, maar niet in verhouding met de huisprijsstijgingen, met de prijsstijgingen op de aandelenkoersen. Daar valt geen pijl op te trekken. Een correlatie die we terug kunnen vinden komt uit het onderzoek van de Nederlandse Bank in 2020 uit juni, waarin er gekeken werd naar wat een belangrijke rol speelt bij de huizenprijzen. Dan weten we simpelweg dat de rente een belangrijke rol speelt bij de huizenprijzen. En die rente die wordt mede bepaald vanuit de Europese Centrale Bank. Overigens is de kapitaalmarktrente de afgelopen periode weer een beetje gedaald. En dat is een goed teken, want dat betekent dat je weer een lagere hypotheek kan krijgen. Dus een hoger hypotheekbedrag kan krijgen. Dus een lagere hypotheekrente moet ik zeggen. En dat is positief voor de mensen die graag een huis zouden willen kopen. En dat komt natuurlijk, die kapitaalmarktrente die hangt aan elkaar van vraag en aanbod. En op het moment dat er veel geld op de kapitaalmarkt is, dan zorgt dat er natuurlijk voor dat die rente omlaag gaat. Als er weinig geld op de kapitaalmarkt is, gaat de rente omhoog. Dus dit heeft alles te maken met de inflatieverwachting. Is er een hoge inflatieverwachting? Is er hoge rente? Is er een lage inflatieverwachting? Is er lage rente? Dus op dit moment is de inflatieverwachting dus iets gedaald aan de hand van het beleid van de Europese Centrale Bank. Dat is uiterst interessant en dus positief voor de mensen die graag een huis zouden willen kopen, maar negatief, want de huizenprijzen zouden hierdoor zelfs weer een stukje verder kunnen gaan stijgen. Dus alles hangt af van die geldgroei en in mijn optiek van het beleid van de Europese Centrale Bank. Lex Hoogtuin zegt het volgende: geldgroei neemt af, maar is nog steeds te hoog, zowel volgens M3 als M1. En dit is iets wat ik in het nieuwe leerprogramma wat ik aan het maken ben ook ga uitleggen. Hè, hoe dat nou zit met de velocity of money en met de verschillende soorten geld. Je hebt M2, M3, M4. En ik ga je uitleggen hoe dat precies in zijn werk gaat. Maar in deze zien we dus, Lex Hoogtuin zeggen, bedenk ook dat inmiddels een forse monetary overhang kan zijn ontstaan. En hij tweet dus dit bericht van de Europese Centrale Bank. En dan zien we dus de broad money, de narrow money, de loans. En dan zien we dat dat dus nog toegenomen is. Het neemt wel wat af, maar wel nog steeds een toename. En dan moet je dus in je achterhoofd houden dat er al een behoorlijke hoeveelheid geld extra in het systeem gecreëerd is. En wat hij dus zegt is, iets waar veel van is, wordt minder waard. Die monetary overhang, te veel aan geld. Het geld klotste de afgelopen periode al tegen de plinten omhoog. En dat is dus ook weer een antwoord op het feit dat de ECB niets te maken zou hebben met de hoge huizenprijzen en de hoge aandelenprijzen. Dat is dus in mijn optiek. En als ik de tweet van Lex Hoogtuin zo zie, niet het geval. Er is wel degelijk een rol weggelegd voor de Europese Centrale Bank in dit geheel. Maar wat is nu hetgeen waar het om draait? Die inflatie moet omlaag. Ze hadden het liefst eerder moeten reageren in mijn opzicht. Maar dat is niet gebeurd en nu moeten we daarmee dealen. Het kan dus een behoorlijke periode duren voordat een verandering in monetair beleid zichtbaar is op de reële markten. De aandelenbeurs is natuurlijk het eerste waar het zichtbaar wordt. En daarna wordt het pas zichtbaar in de economie. Dat kan 6 tot 12 maanden duren. Daarom heb ik ook al in het begin van het jaar aangegeven, vanaf september wordt het interessant. We hebben gezien dat in Nederland de inflatie in juli naar 11,6% steeg. En dat is een enorme stijging. Opnieuw dus een forse toename. En wat zegt nu.nl? Prijzen stijgen onverwacht flink in juli. Ik weet niet hoor, maar volgens mij was het totaal niet onverwacht. Net zo onverwacht als dat Joost in het FD schreef dat de renteverandering van
die 0,5%, dat dat niet in het vooruitzicht lag. Dat men had verwacht dat het 0,25% zou zijn. Dat hangt er vanaf naar wie je kijkt, naar wie je luistert en wie die voorspelling uitspreekt. Een aantal weken geleden heb ik al aangegeven, we moeten de verrekijker opzetten. We kijken naar statistische data, we kijken naar cijfers. En op basis van die cijfers kun je tot de conclusie komen. Bijvoorbeeld kijkend naar de Producers Price Index, de PPI. De PPI is een voorloper van de CPI. Als de producenten duurder moeten gaan produceren, zullen zij dit voor een deel doorberekenen aan de eindgebruiker, dus de consument. Als die PPI blijft oplopen, is het logisch dat het inflatiecijfer ook op blijft lopen. Daar heb je geen hogere wiskunde of economische graad voor nodig. Dus dit was in mijn optiek niet onverwacht, volgens nu.nl wel. En het bijzondere is dat RTLZ de laatste tijd ook met berichten naar buiten komt waar wij maanden geleden al over spraken. En toen was het nog een beetje een taboe. We zien hier zuur voor werknemers. Maar als lonen 1-op-1 meestijgen met inflatie, worden de problemen alleen maar groter. We zullen de inflatie moeten uitzitten. En dat leidt tot hogere kosten voor gezinnen. Dit is een copy-paste van de Madelon Praat van 3 maanden terug. Het feit dat door de inflatie lonen niet mee kunnen stijgen, niet 1-op-1 mee kunnen stijgen, want dat zou inhouden dat we zelf nog meer inflatie creëren. Dan krijg je namelijk een loonprijsspiraal en daardoor zou je weer te maken krijgen met nog hoge prijzen en nog hoger bla bla. En nu hebben we dus te maken met een lager reëel loon en dat resulteert in het feit dat men er feitelijk gezien op achteruit gaat. Als jij 3% loonsverhoging krijgt, maar de inflatie is 8%, dan ga je er dus alsnog 5% op achteruit. Dat is een zeer belangrijke om te onthouden. En daarnaast zorgt dit er gewoon voor dat gezinnen steeds hogere kosten houden, maar dezelfde hoeveelheid producten kunnen gaan inkopen. Dus dit is echt wel een heel heftig ding. En daar komt de middenklasse nu pas achter. De middenklasse, de gewone burger die deze programma's kijkt, die komt daar nu pas achter. En dat is wel een beetje laat. En het gaat misschien ook nog wel duren voordat we de uiteindelijke uitwerking hiervan zien. Uiteindelijk betaalt de burger dus gewoon de rekening, zegt Prescu. Ik vroeg op Twitter natuurlijk zoals iedere week weer wat ik niet mocht missen. De vraag dus, betaalt de burger de rekening? Jazeker betaalt de burger de rekening. Dat is het gevaar van blijvend hoge inflatie. En het ding is dus nu ook, als die inflatie wel teruggaat, hè, volgend jaar naar een normaal niveau, dan heb je dus wel al te maken gehad met een inflatie van 11% in een jaar. Die 11% die gaat er niet meer af. En laten we koffie nu even als voorbeeld nemen. Stel, jouw koffie kost 1 euro. Afgelopen jaar was de inflatie, gemiddelde inflatie, 10%. Die 10% die tel je op bij die 1 euro. Dus na een jaar is jouw koffie 1,10 euro. Maar stel dat het jaar daarop de inflatie 2% is, terug naar normaal niveau. Dan denkt iedereen, yes, we zitten weer op een goed cijfer. Maar dan moet je die 2% rekenen over die 1,10 euro. Dus niet over die 1 euro, maar over die 1,10 euro. En daar wordt het dus bij opgeteld. Dus je gaat niet meer terug naar die 1 euro. Daarvoor heb je deflatie nodig. En deflatie is iets waar vooral partijen met schulden heel veel last van ondervinden. Want dan wordt je schuld meer waard. En dat is iets wat men ten alle tijde probeert te voorkomen. Daarom is inflatie een positief iets voor partijen met schulden. Denk aan overheden. Als er deflatie ontstaat, dan neemt de schuld ook in waarde toe. En dat probeert men ten alle tijde te voorkomen, want dan gaan landen gewoon failliet. Ondertussen zien we in Nederland dat huren voor winkeliers omhoog vliegen. Ook iets wat we maanden geleden al bespraken. We wisten al dat de inflatiecorrectie toegepast zou worden op de huren voor winkeliers. Dus aan alle kanten wordt het voor winkeliers lastiger. De huren nemen toe, de lonen nemen toe, de werknemers zijn niet aan te slepen, de productiekosten nemen toe, de grondstoffen voor producten nemen toe. Dit moet dus doorberekend worden. En daarna ga je krijgen dat consumentenstakjes langzaamaan een beetje beginnen af te haken. Die houden wat meer hun hand op de knip. Die zullen ervoor zorgen dat ze wat rustiger aandoen, niet meer de luxe uitgaven zullen doen, misschien B-producten zullen kopen in plaats van A-producten. Dit is nu eenmaal de afspraak, wordt er gesteld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat in die contracten, de zakelijke contracten staat,
dat de winkelcentra, in dit geval bijvoorbeeld Wereldhaven, dat zij zelf de inflatie mee mogen nemen in de prijsstijging van te huren. Dus je mag inflatie plus een beetje toepassen. En ik kan me nog herinneren dat in mei er gesteld werd, ik kreeg een mail van iemand die deze huren moest gaan verhogen. En hij zei, we hebben hem vastgelegd op 9,1% uit mijn hoofd aan huurprijsstijging. En dit wordt voor veel winkeliers echt een hele lastige situatie om mee om te gaan. Het MKB ziet de omzet dan ook dalen. De horeca is echter een positieve uitzondering. Er is een onderzoek gedaan door de MKB-monitor, gebaseerd op de geanonimiseerde data van 340.000 administraties. En op basis daarvan zag men dat de ondernemers in de eerste maand van het jaar nog een omzetgroei hadden van 21,44%. Maar dat we nu zien dat dat niet het geval is. De slotmaand van het eerste kwartaal is de groei namelijk afgenomen met 12,84%. Dus de groei wordt minder in de omzet. En we zien dat de horeca nog wel steeds uitschieters heeft. En dat zou natuurlijk te maken kunnen hebben met het feit dat dat iets is wat men lange tijd niet mocht. En dat daar nu nog steeds extra van genoten wordt. Maar in deze kijken we dus naar een hele lastige situatie in de economie. Want de inflatie moet naar beneden. De ECB kiest duidelijk ervoor om rustig aan te beginnen met het omlaag brengen van de inflatie. En daarmee dus geen rekening te houden met een eventuele recessie, een crisis of zelfs een depressie. En in Amerika hield men eveneens geen rekening met een aanstaande recessie. De Fed verhoogde namelijk de rente met 0,75%, ondanks de stagnerende economie. En ik twitterde al dat hierdoor de kans op een recessie aanzienlijk blijft. En als reactie daarop krijg ik van behoorlijk wat volgers het volgende te horen. De Federal Reserve is er niet om ons te redden van een eventuele recessie. De Federal Reserve moet zorgen voor prijsstabiliteit. En dat is precies waar het om draait. Maar doordat de Fed niet op tijd genoeg ingegrepen heeft, ga je zien dat er heel snel een renteverhoging toegepast moet worden. En dat dat ervoor zorgt dat heel snel de economie ook sideways kan gaan. En dat is iets wat we nu terug zullen gaan zien. Ja, en door die renteverhoging van 0,75% bevindt de Federal Reserve zich nu in een bandbreedte van 2,25 en 2,5%. En het bijzondere hieraan is dat dit veel hoger ligt dan de Europese Centrale Bank haar rente momenteel heeft staan. De ECB die ligt nog op de 0%. De Fed heeft overigens nooit de rente onder 0 gebracht, de Europese Centrale Bank wel. Maar in deze spreken we nog steeds van een relatief rustig beleid. Hè? Als we kijken naar de rente, in dit geval gaat het nog rustig aan als je het vergelijkt met de inflatie. We hangen nog lang niet tegen dat inflatiecijfer aan. Maar toch was dit een vrij cruciale grote stap. En dit noemt men een ongebruikelijk grote stap. Mede omdat men snel die inflatie terug wil dringen en daar nu voor gekozen heeft. En dit is natuurlijk weer opnieuw dat zwalken tussen het ene uiterste en tussen het andere uiterste, de recessie, crisis, depressie en blijvend hoge inflatie, die in ieder geval zo snel mogelijk van het toneel af moet. Want die inflatie is inflatie is echt een killer. Mensen hebben niet door wat de inflatie kan betekenen voor een gewone consument. Overigens is het volgens voorzitter Paul niet nodig dat de economie nu in een recessie belandt. En er vragen vanuit journalisten bleek het dat hij ook niet denkt dat de economie van de VS al in een recessie zit. En dat is interessant. Want data laat toch anders blijken. Wat wel positief is, is dat Powell met het volgende bericht naar buiten kwam. Price stability is the bedrock of an economy. Nothing works without price stability. Hier, hier, zegt Edi Mujadjic, kan iemand die boodschap overbrengen aan de ECB. Dus prijsstabiliteit is het allerbelangrijkste. En als centraal bankier zou je dan eigenlijk moeten zeggen, als dat leidt tot een recessie, dan is dat whatever it takes.
Dat is waar het in deze dan om draait. Maar toen kwam het volgende bericht naar buiten. De Financial Times, die zei... The United States enters technical recession after contraction in the second quarter growth. Just in, zei Disclosure TV, United States is entering a recession. The GDP contracted by 0.9% in the second quarter for the second quarter in a row. Dit betekent dus dat de Amerikaanse economie zich in een recessie bevindt. Althans, dat zou je verwachten. Maar toen was daar deze berichtgeving. That we should be, I would, you know, warn that we should be not characterizing that as a recession. I understand that, but you're splitting hairs. I mean, if the technical definition is two quarters of contraction, you're saying that's not a recession. That's not the No. That's not the technical definition. We said on Sunday, two negative quarters of GDP growth is not the technical definition of recession. It's not the definition that economists have traditionally relied on. There is an organization called the National Bureau of Economic Research, and what they do is they look at a broad range of data and deciding whether or not a recession has occurred. That is the... Officials are trying to redefine recession. No, we're not redefining recession. If we all understand the recession to be two consecutive quarters of negative GDP growth in a row, and then you have White House officials come up here to say, no, 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 that's not what a recession is. It's something else. How is that not redefining recession? Because that's not the definition. That is not the definition. Brian Deese said in 2008, of course, economists have a technical definition which is of a recession, which is two consecutive quarters of negative growth. I can tell you this. Yesterday he said two negative quarters of GDP growth is not the technical definition of a recession. It is not. It is not. Why did he say that? It is not. I can speak to you what he said yesterday in front of all of you, which is the last thing that you just repeated. There are many factors. There are many factors, economic factors and indicators to consider. And I will say that the textbook definition of recession is not two negative quarters of GDP. Oké, dit is uiterst interessant. Als we dus deze laatste mevrouw die we hier aan het woord horen, even hetgeen wat zij zegt, als we dat meenemen, dan zegt zij dus er zijn verschillende indicatoren op basis waarvan je kan stellen dat er een recessie is. We hebben dus mevrouw Janet Yellen, Treasury Secretary, voormalig president van de Federal Reserve, die op toch wel een hele, ze praat altijd zo schattig, op toch wel een hele interessante manier vertelt dat we dus niet in een recessie zitten. Maar als we deze laatste mevrouw horen, daarna horen we nog een White House official, opnieuw een White House official is deze mevrouw. Als we haar horen, dan stelt zij dus er zijn andere karakteristieken of tools op basis waarvan je kan stellen dat er wel of geen recessie is. En dan denk ik, oké, uiterst interessant, we gaan dit uitzoeken. We hadden overigens ook Biden die aangaf dat er geen recessie zou zijn. Maar hoe zit dat nou dan precies? Is er nou wel of geen recessie? En daarvoor wil ik eigenlijk eventjes met je terug naar de monetaire theorie. Want je kent natuurlijk de golf, de conjunctuurgolf die we vaker besproken hebben. We hebben natuurlijk te maken met een hoogconjunctuur en met een laagconjunctuur. Tijdens een hoogconjunctuur hebben we te maken met een piek. Daarna komt de contractie, gaan we terug en komen we terecht in een recessie. Recessie is doorgaans twee kwartalen achtereen waarbij we te maken hebben met een afname van de groei. Als we kijken naar Wikipedia, dan staat hier een recessie betekent letterlijk teruggang of terugval. In de economie betekent dat de economische groei daalt en lager is dan het gemiddelde. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als de groei van het bruto nationaal product, het BBP, gedurende twee of meer op één volgende kwartalen negatief is. Dus doorgaans spreekt men in dit scenario van een recessie. Maar nu toch niet. En dan wil ik even naar mevrouw Pelosi. Nancy Pelosi, die vlak voor de crisis van 2008 de volgende uitspraak deed. Luister en huiver. They may have saved the second quarter.
And so while they may have saved the second quarter from a technical definition of recession, the fact is we are now into the third quarter, and we need to have another stimulus package. And so while they may have saved the second quarter from... Nancy Pelosi zegt hier dat een technische definitie van een recessie is 2 negatieve kwartalen op rij. En dit was in 2008 en zij zegt dit op het moment dat er een derde kwartaal van negatieve groei was. En zij zag dat als aanknopingspunt om opnieuw een stimuluspakket in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat die economie niet down the drain ging. Uiteindelijk ontstond er dus nog een hele grote crisis in 2008. Maar we gaan even terug naar die basis. Want als we even kijken naar recessie, wat voor termen kunnen we dan gebruiken? Want we hebben natuurlijk gehoord dat onder andere president Biden en Jerome Powell ook als reden aangaven dat de labormarkt, dus de werkgelegenheid, dat die heel erg goed was op dit moment en tegelijkertijd de economische groei ook nog steeds zeer interessant was. En daar kunnen we dus natuurlijk het een en ander over zeggen. A recession is when an economy enters a turndown and is a necessary part of the business cycle. En dat is correct, want we hebben die cycli nodig. Doorgaans gaan we, volgens mij moet ik hem andersom doen, zo omhoog. En dan hebben we de hele tijd te maken met die hoge en laagconjuncturen. En de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve zijn in het leven geroepen om die pieken en die dalen een beetje af te kunnen vlakken. A country enters a recession when it reports 2 constructive quarters of negative GDP growth. Amerika is volgens IG.com nu terechtgekomen in een recessie. Recessions hit people's income and prompt them to cut spending, prompting business to cut jobs and reduce investments. Op dit moment zou dat dus inhouden dat bedrijven minder geld uit kunnen geven, dat mensen minder geld uit kunnen geven en dat er minder geïnvesteerd wordt. En dat mensen minder geld uit kunnen geven, dat is iets wat we op dit moment niet zien. Want de Amerikaanse overheid haalde de data erbij dat er 1,1% meer geld uitgegeven is in afgelopen kwartaal. Dus zij zeggen, op basis van de economische spending, zien we niet terug dat er een recessie is. Recessions can hit an individual country or region, but have the ability to be felt global. Ik zeg het wel eens vaker, als Amerikanist wordt Europa verkouden. Maar in deze hebben we dus te maken met het feit dat er minder werknemers zouden moeten, minder posities voor werknemers vrij zouden moeten komen. We zien wel dat er bij Google, bij Netflix, bij Nvidia gestopt wordt met het aannemen van nieuwe mensen. Dus er wordt minder om nieuwe werknemers gevraagd. Maar er worden nog geen mensen ontslagen. En ook qua investment zien we nog niet heel duidelijk dat die afnemen. Dus als we naar de 5 indicatoren kijken die er gebruikt worden om een recessie te bepalen, zijn er 3 negatief en zijn er 2 positief als het gaat om de recessie. Dus 2 van deze data tools waar Amerika naar kijkt, die zeggen, nou, valt wel mee met die recessie. Dus het valt te beargumenteren. Maar dan kijken we naar wat Peter Schiff bijvoorbeeld zegt. 1,1% rise in personal spending doesn't reflect a strong consumer, but it does reflect inflation. Consumers bought less, but paid more. Dus hij zegt eigenlijk, we hebben helemaal niet te maken met dat er meer geld uitgegeven wordt. Ja, er wordt meer geld uitgegeven, maar de consument koopt minder. Ze krijgen er minder product voor terug. En hij zegt hier, the year-on-year PCE deflator rose to the most since 1982. The savings rate has plunged 5.1%. It's the lowest since August 2009, when the economy was also in a recession. Dus nog nooit eerder was er zo weinig spaargeld. En het is uiterst vreemd dat dan de data op deze manier wordt gepresenteerd als zijnde een
hè, een manier waarop mensen meer geld gaan uitgeven. Maar als je er even goed over nadenkt, dan begrijp je dat hier een bepaalde achterliggende reden achter zit. En dat we te maken hebben met hele, hele, hele hoge inflatie. Hij zegt overigens ook, it's likely that the US economy will never be in a recession again if we no longer have an objective standard to define one. Dus als je geen objectieve standaard hebt om een recessie te bepalen, dan kunnen we gewoon met z'n allen zeggen, ja, we zitten er gewoon niet in. The government will always be able to find an excuse to claim the economy isn't in one. Ironically, we're not in a recession now. We're in a depression, is wat Peter Schiff zegt. Dat is ook weer een beetje overdreven, want voor een depression, als we echt even harde data gebruiken, dan hebben we dus maanden achtereenvolgend negatieve groei nodig. A depression is when an economy is more severe and prolonged downturn. And it's not a necessary part of the business cycle. Dus een depression kan heel lang duren. De GDP moet ook meer dan 10% dalen, hè, als we echt even die harde data aan zouden houden. And depressions are more destructive as the length of any crisis weakens the economy's ability to recover. Dus hoe langer die duren, hoe moeilijker het wordt om weer overeind te krabbelen. Maar wat interessant is aan deze, is dat ik terechtkwam op een stuk van het FD, waarin de problemen die ontstaan in de vorm van crisis, dat die altijd ontstaan op het moment dat er een piek is in de olieprijs. Of vaak ontstaan als er een piek is in de olieprijs. We zien namelijk helemaal aan de linkerkant van deze grafiek de eerste oliecrisis, dat was zeg maar 74 ongeveer. Daarna zien we de tweede oliecrisis, begin in de jaren 80. En daarna zien we de baanloze groei, de dotcom-crisis, de kredietcrisis, de eurocrisis. En nu zien we dus weer opnieuw dat er een piek is in de olieprijs. En iedere keer als we dus die piek zien op die grafiek, hier zie je een piek, hier zie je een piek, hier zien we een forse piek, ontstaat er dus een crisis. En nu opnieuw hebben we dus te maken met een forse piek. En dat is ook logisch, want olie is nodig om alles te produceren wat wij ons ook maar kunnen bedenken. Als jij productiegoederen gebruikt, als je grondstoffen nodig hebt, als jij een laptop koopt, als je dingen in de supermarkt koopt, alles is wel in aanraking geweest met olie. Het is verscheept, het is vervoerd, het is verpakt. Olie speelt een hele belangrijke rol hierin. En dan zouden we dus kunnen stellen, op basis van die stijging van de olieprijs, zou het best een logische conclusie zijn dat we ons inderdaad in een recessie bevinden. The real wages are falling off a cliff. Ook nog een belangrijke dataset in deze om mee te nemen. Als de inflatie hard toeneemt en de lonen niet hard meestijgen, dan krijg je dus te maken met het feit dat de reële lonen achteruit gaan. En dat zien we dus nu. Dus men geeft nog steeds meer uit. De lonen gaan achteruit. De reserves van de mensen die sparen, die lopen ook fors terug. Dus mijn conclusie zou zijn dat dit best wel een groot ding is. En die conclusie die stelt Nouri El-Roubini ook. Hij waarschuwt dat de economie mogelijk in een recessie terechtkomt. En tegelijkertijd er een debt crisis en een financial crisis kan ontstaan. En dat dit mogelijk nog erger is dan de jaren 70. In previous recessions like the last two, we've had massive monetary fiscal easing. This time around, we are going into a recession by tightening monetary policy. We have no fiscal space. Dus nu is het een recessie die ontstaat op een totaal andere manier. Die recessie ontstaat omdat die rente omhoog gaat. Normaal gesproken, als er een recessie is, dan zorg je ervoor dat je je rente verlaagt. Want je zorgt dat je anticyclisch beleid voert. Dit is de wereld op zijn kop. En tegelijkertijd stelt hij ook, en ik ben het niet vaak met Roubini eens, maar in dit geval wel. Tegelijkertijd stelt hij ook dat er fiscal policy ook totaal anders is. Toen werd de fiscaliteit wat meer losgelaten. Nu wordt er fiscaal steeds strenger gehandeld. De kosten voor eigen woning gaan omhoog. De kosten op vermogen gaan omhoog. Ze willen heel graag dat de kosten voor loon voor de middenklasse omlaag gaan. Maar dat is op dit moment nog niet het geval. En tijdens een recessie is dat overigens ook heel erg moeilijk. Want er moeten belastinginkomsten binnenkomen. Helemaal in landen als een Italië of een Spanje of een Portugal. En toen was daar Holger. En Holger twitterde het volgende.
Good Morning Again from Germany, which has arrived in stagflation. For the full year, the consensus now expects GDP growth of only 1.5%, but inflation of 7.6%. Hier zien we op deze grafiek waarom wij ons nu bevinden in een stagflatiescenario. De GDP, dus de groei, die gaat afnemen en tegelijkertijd zien wij dat de inflatie fors toeneemt. Hier zien we de inflatie, dit is de gele lijn, 7,6% voor Duitsland. Dit is de forecast voor de economische groei, die gaat terug naar 1,5. Zo lopen we dus verder neerwaarts. En wat gebeurt er als jij een periode bevindt waarbij de economische groei afneemt en er tegelijkertijd hoge inflatie is, dan bevind je je in een periode van stagflatie. En dat is de nachtmerrie voor iedere centraal bankier. En dat komt omdat hier geen goed beleid op valt te voeren. Normaal gesproken bevind je je in een scenario waarin de economische groei toeneemt en dat er daardoor inflatie ontstaat. En als men wil dat de inflatie niet te hard gaat rollen, gaat men de rente verhogen, dus iets minder aanbod van geld. En andersom, als de economische groei afneemt en de inflatie ook fors afneemt of zelfs naar deflatie gaat, dan zal men de rente weer wat verlagen en zorgt het ervoor dat er meer geld in de economie terechtkomt. Dit scenario, daar is geen handboek voor, daar is geen monetair handboek voor. Dit is heel lastig sturen, dit is niet te sturen. En dan wordt het dus de vraag, hoe gaan wij die inflatie weer terugkrijgen naar een normaal niveau? Want als men ervoor kiest om die rente verder te verhogen, dan gaat die economische groei nog verder omlaag. En dan is de vraag, hoe diep gaat die economische groei zakken als jij deze tactiek toepast? Dit wordt een heel interessant, de komende 2 jaar worden uiterst, uiterst interessant om te volgen. Want ook als ik als centraal bankier hier wat over zou moeten zeggen, dan zou dat voor mij een hele, hele lastige opgave zijn. Dan zou er politiek een heleboel moeten gaan veranderen. Dan moeten de overheden gaan bezuinigen. Dan moet er gekrompen worden. En dat is iets wat voor niemand leuk is, maar wat wel moet gebeuren. Dus een recessie klinkt heel naar, maar feitelijk gezien moeten we door die zure appel heen. Dit moet plaatsvinden om weer terug te kunnen naar een normaal niveau. Want ook als we kijken naar de elektriciteit, dit wordt gewoon een luxegoed genoemd. Kijk naar de stijging van elektriciteitsprijzen. En dit is niet in een periode van, nou, pak een beetje 20 jaar. Nee, dit is in een periode van juni 2021, een jaar tijd, tot nu, 2022. En het gaat maar door. Elektriciteit wordt straks een luxegoed. En dan heb je dus echt wel een groot probleem. En Peter McCormack, die twitterde er al over. Energy bills to set to £500, $608 a month in the UK in January. This will be devastating for many families. En het was eerst, natuurlijk de meeste die vroeg, ja, wat was het dan eerst? En hij zegt, het was eerst ongeveer £200 en nu dus £500. Dus dit is een forse toename en het zal nog verder toenemen. Ja, en toen was daar Trump. Trump die kondigde een grote waarschuwing aan. Hij zegt, where we are going now could be a very bad place. Not recession. Recession is a nice word. We're going to have much bigger problem than a recession. We will have a depression, is wat hij zei nadat bekend werd dat de economische groei 2 kwartalen achter elkaar afnam. Dus waar links de inflatie, de recessie ontkent, zegt rechts het wordt een drama. Nou, eindstand, we zullen een middenweg hierin vinden. Maar als we die data van Holger uit Duitsland dus in ons achterhoofd houden en weten dat er heel erg lastig te managen valt op een economische groei die afneemt, tegelijkertijd een inflatie die maar blijft oplopen tot het moment dat men zo arm is dat er geen geld meer uitgegeven kan worden aan de economie en dat automatisch de economische groei stokt en dus uiteindelijk ook de inflatie stokt, dan heb je inderdaad een heel lastig en naar scenario. Maar laten we daar in den beginnen nog niet van uitgaan. We gaan de komende periode de data in de gaten houden. September wordt een belangrijk moment. Vanaf september
wordt dit zeer belangrijk om in de gaten te houden. En dat doen we natuurlijk iedere week volop. Maar eerst nog eventjes de huizenmarkt. Want de San Francisco Bay Area housing prices suffer largest one-month drop on record. Nog nooit eerder zijn de huizenprijzen in de baai van San Francisco zo hard gedaald als nu. We spreken over een maandelijkse daling van 8%. En dat is enorm. Nog nooit eerder hebben we dat dus gezien. 8% huizenprijsdaling. En dit zou wel eens het begin kunnen zijn. We hebben natuurlijk in Amerika te maken met de rente die al wat hoger ligt. Daar is de rente op de hypotheekmarkt nu gestegen naar 5%. Ook een behoorlijk forse. En dat heeft natuurlijk zijn impact op de huizenprijs. Maar dit is één voorbeeld en we gaan nu in de gaten houden wat dat voor de rest gaat doen. We hadden natuurlijk ook het plan voor de huurmarkt van Hugo de Jonge en die wordt steeds verder afgekraakt. De woningbouw die valt namelijk nu ook nog stil ook. De bouw van nieuwe huizen die komt namelijk volledig stil te liggen door de nieuwe strenge regels die onze Hugo de Jonge aankaarten. De pensioenfondsen en verzekeraars die trekken zich terug als investeerders omdat rendement straks lager is en omdat niet zeker is wat het rendement gaat zijn. Projectontwikkelaars die waarschuwen Hugo de Jonge. Maar tot op heden is er nog niks veranderd. Op deze manier wordt het aanbod van huurwoningen dus alleen maar minder. Iets wat we al in de verste verte aan hadden kunnen zien komen. Wat we ook aan zagen komen. Voor beleggers is het niet duidelijk wat de spelregels zijn. En voor beleggers die al ingestapt zijn, worden de spelregels veranderd tijdens het spelen. En ik begrijp dat men zegt, woningen zijn om in te wonen en niet om in te beleggen. Maar dat is wel het klimaat wat er door de centrale bank gecreëerd is. Rente is goedkoop, ligt onder nul, dus geld is gratis. En daarmee kan u dingen doen. Voor mensen die hier tactisch op inspelen, was dat vast goedkoper. Nu de rente oploopt, wordt dat minder interessant. En nu er vraagtekens zijn bij de nieuwe regels, trekken alle investeerders zich terug. En dus ook investeerders zoals grote pensioenfondsen of hedge funds. En daarnaast zagen we ook dat de revenue real growth fors aan het afnemen is. Deze week waren de belangrijke weken op de aandelenmarkt. Dat had alles te maken met het feit dat het cijferseizoen begonnen is. En dan worden er dus nieuwe data gepubliceerd over bedrijven en hun omzetten en natuurlijk hun winsten. En dan zagen we een belangrijke statistiek voorbij komen en dat ging over de FANG-aandelen, Facebook, Amazon, Apple, Nvidia en Google. Voor het eerst was hun stock growth negatief, de revenue real growth, die nam namelijk af. En we hadden natuurlijk afgelopen half jaar al een behoorlijke daling op de aandelenmarkt. Ja, het was de slechtste start in 80 jaar tijd van de aandelenmarkt. En we zien dus nu ook dat de groei afneemt. Ja, en dan denk je misschien dat er alleen losses, verliezen zijn bij pensioenfondsen, bij hedge funds, bij grote investeerders of bij de retailbeleggers. Maar niets is minder waar, want ook bij de centraal bankiers zien we behoorlijke losses. De centrale bank van Zwitserland die heeft namelijk sinds 1907 nog nooit eerder zo'n groot kwartaalverlies gehad. Het ging hier om 100 miljard in één kwartaal. En dat is een behoorlijke daling. En dan denk je misschien nu, hoe kan dat? De balans van de Bank van Zwitserland heeft gewoon obligaties en aandelen in haar beheer, in haar bezit. Dus daar staan gewoon aandelen op. Dat betekent dus dat de centrale bank gewoon met geprint geld effect gehad heeft op de aandelenmarkt. Laten we het zo stellen. Dus daarmee kunnen we ook nog weer even terug naar het interview hè, met onze Koen Teulings van het Centraal Planbureau. Dat de centrale banken geen invloed hebben gehad op de beurskoersen. Dat is feitelijk gezien gewoon onwaar, want er staan gewoon aandelen op de balans van de Zwitserse centrale bank. Alleen daar al mee is vanuit het niets aandelen, zijn vanuit het niets aandelen gekocht. En dan was daar Rusland en China, die samen een nieuwe Global Reserve Currency introduceerden. Of althans, dat was even de vraag. The issue of creating a national reserve currency based on a basket of currencies of our countries is being worked out, is wat Vladimir Poetin zei. En dit gaat over de BRICS. En de BRICS hebben we al eerder besproken. Het zijn een aantal landen die samen besloten hebben om een nieuw valutamandje in het leven te roepen. Ik zag al wat memes voorbij komen van mensen die zeiden,
op het moment dat je alleen maar fiat geld in dat mandje stopt, dan weten we wat daar uiteindelijk mee gebeurt. Dat gaat naar nul. Los van elkaar gaan die munten naar nul en gezamenlijk ook. Maar dit is natuurlijk wel prettig voor de handel tussen China en Rusland. Ja, en we blijven nog even bij Rusland, want er gebeurde deze week nog iets interessants. Rusland wil een eigen standaard voor goud als alternatief voor de LBMA. En dan denk je misschien, wat? De nieuwe standaard van Russisch goud moet de Moscow World Standard gaan heten, de MWS. En omvat naast een kwaliteitskeurmerk, die MWS, dus ook een platform waarop gehandeld kan worden in edelmetalen. En het interessante hierin is dat dit komt naar aanleiding van het besluit van de landen, dus de LBMA, om de accreditatie van 6 Russische smelterijen in te trekken. Rusland is een vrij grote speler op de goudmarkt en daardoor konden ze geen goud meer aanbieden aan de goudmarkt in Londen en zijn de goudbaren van deze smelterijen minder goed verhandelbaar. Rusland moest dus zaken doen met andere landen en ze hebben er uiteindelijk voor gekozen om alsnog zaken te doen met bijvoorbeeld het Midden-Oosten, met India of met China. Maar de London Exchange is natuurlijk een wereldwijde exchange. En wat Rusland nu probeert is om zelf de LBMA te vervangen of op te zetten naast dus de huidige mogelijkheden. Maar wat hier vooral zo interessant aan is, is dat dit samen met de BRICS-aankondiging komt. In mijn optiek zou het dan ook best wel slim zijn om hierin een koppeling met goud te maken. We hebben natuurlijk al eerder gezien dat Rusland de mogelijkheid bood om roebels om te wisselen voor goud en andersom bij de centrale bank, toen Rusland geen gas meer wilde afgeven in dollars, dus als ze betaald werden in dollars, zij wilden alleen nog maar goud of hun eigen munt. En daarmee lukte het hun om de waarde van hun eigen munt weer op te krikken. Ik zie hier ook wel een mogelijkheid voor weggelegd om uiteindelijk dat BRICS-mandje misschien toch te koppelen aan goud. Maar daarop zal het wachten zijn, want dat blijft nog speculeren. We kijken ook nog even naar de cryptomarkt. De BTC Perpetual Futures Open Interest versus de BTC Market Cap is soaring. We zien hier een divergentie. Do you think this is built up of contracts positioned more aggressively towards the long or the short side? Ja, en we kijken nog even naar deze mooie tweet van Willy Woo. The bear market accumulation visualized, zegt hij. En hij heeft natuurlijk altijd prachtige grafieken. Dit is eentje van zijn privécollectie. Use it as your own, zegt hij. Kijk even mee naar de bear market bottoms. Dat zijn de rondjes. En de capitulation events die je hier ziet. De capitulation events zijn de kleine rode rondjes. En hij zegt eigenlijk hier dat we rustig aan bezig zijn met accumulatie. Of althans mogelijk bezig zijn met accumulatie. En rustig aan mogelijk een nieuwe opwaartse trend kunnen insinueren vanaf dit punt. Zeer interessante analyse, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat we nog weinig signalen zien van een verdere echte opwaartse beweging. We zien wel een rustige opwaartse trend. Dat zal ik je even laten zien op de grafiek. We zien hier een prachtige neerwaartse beweging natuurlijk naar aanleiding van de daling hieruit. Toen kwamen we onder die 30.000 terecht. Dit was de bodemformatie. Hier gaf ik ook al aan. We moeten hier ergens een bodem gaan zetten. Op Twitter heb ik dat uitgebreid gedeeld. In de Monitalks community overigens ook. En daarna zijn we rustig aan opwaarts gaan continueren. We zijn hierboven uitgebroken en we hangen nu tegen deze resistance aan. En eigenlijk kijken we al 2 weken, 3 weken bijna tegen deze blauwe weerstandslijn aan. En de bedoeling is dat we hieruit opwaarts zullen gaan breken. En dat we weer teruggaan naar in ieder geval 25, 26, 27, misschien zelfs wel $30.000. Dan betekent het dus dat we hier een prachtige bodemformatie hebben gezet. En vervolgens weer rustig aan kunnen opwaarts kunnen continueren. Maar houd in je achterhoofd dat dit een zeer lang proces gaat zijn. Dus we hebben dan misschien nu wel de bodem achter ons liggen. Maar dit proces van opwaartse beweging gaat 1,5, misschien wel 2 jaar duren. Het kan overigens nog steeds zijn, omdat we ons nog in deze trend bevinden, dat we hieronder doorzakken. Maar die blauwe lijn is tot nu toe duidend, leidend in dit geval.
springen weer bovenuit. Dan kunnen we verder continueren. Maar voorlopig is nog geen duidelijke uitbraak zichtbaar. Ja, en ben je nou in de mogelijkheid om voor jezelf een portefeuille op te bouwen in de vorm van een crypto-portefeuille? Wil je goud of zilver kopen of wil je juist richting de aandelenmarkt en daarmee je positie versterken? Check dan eventjes onze supportlinks. Op madelonvos.nl kun je terecht voor supportlinks van betrouwbare partijen. Vaak staat er ook een actie bij, zodat jij speciaal als kijker van Madelon Vos korting krijgt. En daarmee stimuleer je tegelijkertijd de video's op dit kanaal. Je hoeft daar dus niets voor terug te doen. Ik accepteer ook geen donaties, maar op deze manier krijgen wij een klein beetje terug en krijg jij in ieder geval de mogelijkheid dat deze video's nog steeds gratis voor jou beschikbaar zullen zijn. Dus tof als je gebruik wil maken van een van onze links, maar voel je daar absoluut niet toe verplicht. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken. Ik wil je graag nog even aanraden om ook op Instagram mijn kanaal in de gaten te houden. Daar uploaden we de laatste tijd steeds meer reels en video's, zodat je op de hoogte bent van hetgeen wat er zich op de achtergrond afspeelt en ook in de economie plaatsvindt als ik even geen Madelon Praat upload. Ik zie je graag bij de volgende Madelon Praat die volgende week zondag online komt. Ik heb weer genoten van deze aflevering. Ik kijk ondertussen naar hoe lang we alweer bezig zijn. Meer dan een uur. Excuus dat het weer wat lang was, maar het was met weekje wel. Laat ook eventjes weten hieronder in de reacties wat je van deze aflevering vond. En ik zie je graag weer terug volgende week. Tot dan. Dag.